En dan zeg ik, goedemorgen Tesla. Goedemorgen. Hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker. Heel erg veel zin. En wat wil jij nog even zeggen tegen de YouTube-volgers hier? Nou, ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben en ik heb zin om jullie straks allemaal te ontmoeten. Geef ze even een applausje. Dankjewel. Zwaaien. Amalia Hall en daar is dus de grote ring waar straks de demo's worden gegeven en waar de standjes van de YouTubers staan. En ze zijn nu nog in volle gang voor de voorbereidingen en wij zijn hier achter mijn stand aan het opmaken en ik vind hem echt zo ontzettend leuk voor de kijk. En Denise en mijn moeder die helpen ook en mijn zusje. We zijn in ieder geval heel druk aan het opbouwen en daarachter, zometeen daar in de ring, daar ga ik rijden. En hier heb je de stand van Jill. En ik loop even een stukje hierheen om te kijken. Hier hebben we die van Romy Oudzorn. En hier is een Q&A, daar kun je je vraag stellen dan in de emmer. En die wordt dan straks tijdens het live Q&A wordt die aan ons gesteld. Dan heb je hier de stand van Romy Huisman en van Fenna. En hier is die van Kampioen. Hoi. En van Leanne en Made komt hij hier. En hier van Feline. En verder staan hier ook nog een aantal standjes. En in de andere hal staan ook wat standjes. Hier staat er nog een van. Dan kun je allemaal paardensnoepjes scheppen. En gaan we nu even naar de andere hal toe. Want daar is ook de e-rijbaan. Je kan er dus voor kiezen om daar in de e-rijbaan te gaan rijden. Of buiten in de 100 meter baan. En hier staan ook straks hindernissen. En die heb ik wel nodig bij het inrijden. Dus ik ga zeker hierin rijden. Maar dan kunnen dus de kinderen wel gewoon kijken als je op inrijden bent. Maar dat is niet zo erg. En nou, hier heb je dan een soort van strodrop met nog veel meer standjes. Kijk, hier rond de touwels dus. En ze zijn nog allemaal aan het opbouwen. En hier kun je ook koffie halen en zo. Nou, het wordt in ieder geval heel erg leuk. En ik heb er echt ontzettend veel zin in. Kijk, allemaal standjes. En hier staat dus ook de wall waar we dus een foto van hebben gemaakt toen we de fotoshoot hadden. En dat is deze geworden. En de kinderen kunnen dus dan hier in het midden staan en dan zo met ons allemaal op de foto's. Dus dat is super leuk. Dus, en hierachter heb je de e-rijbaan. Dus nou ja, het wordt in ieder geval heel erg leuk. En het is nu 8:15 en om 9:00 gaan de deuren open. Dus spannend! Ik sta hier achter mij in de stal en ik loop zo meteen nog wel even naar binnen toe. Maar ik heb zijn raampje even opengezet, want ik vind die altijd lekker. En hij heeft echt een super grote stal. Echt, ik denk dat hij wel iets van 3 bij 3 meter is. Hij is in ieder geval heel erg groot. En ik heb hem daarnet even wat mix gegeven, want omdat we heel vroeg weg waren, heeft hij zijn voerbeurt gemist. En ik heb gewoon lekker hooi voor hem neergelegd, zodat hij gewoon lekker bezig kan blijven. Dat is mooi! En mijn zusje heeft hem dus gisteren gewassen. Ik had die video gezien die ze er op had gezet zonder dat ik daar iets van wist. Maar hij heeft vannacht weer lekker in de mest lopen rollen. Dus hij is op zijn hoofd er helemaal een beetje smerig en zo. En hij heeft wat strootjes in zijn staart zitten. Maar dat moet goed komen. En zometeen om 10:00 begint de opening. Dan moet ik de bak in en dan gaat Denise als Mojito inrijden. En daarna ga ik, als de opening is geweest, dan gaat eerst Kampioen. En daarna ben ik met Mojito. Dus dan ga ik zelf nog even inrijden. En dan gaan mijn vader en mijn zusje en Denise gaan helpen met de crosshindernissen klaarzetten. Ik heb ze al even gezien en ze zien er echt heel erg leuk uit. Daar kan ik echt wel leuke dingen mee doen. En daarna heb ik mijn demo van een kwartiertje duurtie. En mijn open oma kan waarschijnlijk ook kijken. Dus dat is ook heel erg leuk. Oké, hier staan dus de paarden. Dit is die van Leanne. En die. Nou, Mojitootje dan. En dit is die van Kampioen. Eentje. En nog een van Kampioen. Ik weet niet de precieze naam van deze paarden. Dit is ook van Kampioen, van mij iets van Upsico of zoiets, ik weet niet. En dit is Wesla van Made. En Marmy van Feline. En hier komt denk ik nog een paard in te staan, of niet, ik weet niet precies. En dit is van Hart voor Paarden. En Sterren van Hart voor Paarden. En dan heb je hier nog van Romy Oudzorn. En dat waren de paarden.
naar de wc. Gaan we nu eerst doen? Oh, wat? Gaan we nu eerst doen? Naar de auto. Ja, waarom? Ik wil Deo. Ik wil Deo hebben. Oh, grapje. Joke. Maar ja, we moeten dus naar de wc. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Maar ik heb wel heel veel zin in. Dus nou ja, nog kleine 2 uur en dan ben ik. Close-up. Nou, ik heb er best wel veel zin in. Het begint nu wel. Oh, de mensen beginnen al een beetje binnen te komen. En het is nu. Hoe laat is het? We hebben er niet gehad, we hebben de mobiel erbij pakken. Het is 2:30. Het is 2:30 en om 9:30 gaat het beginnen met de opening. En ik vind het best wel een beetje spannend. Maar ik heb er wel echt heel erg veel zin in. Maar ja, we gaan wel zien hoe het gaat. Het komt vast wel goed. En Denise gaat dus met mij mee de ring in. Want die gaat mij filmen. En ja, de cross in deze heb ik dus al gezien. En parcoursjes net met de. We hebben bouwers besproken en met de techniek voor de headset, dus alles moet goed komen. Nou, we gaan nu zo beginnen met de opening en het publiek zit er al. En al de YouTubers. Ik heb er echt mega veel zin in. Goedemorgen, Nesla. Goedemorgen. Hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker. Heel erg veel zin. En wat wil jij nog even zeggen tegen de YouTube-volgers hier? Nou, ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben en ik heb zin om jullie straks allemaal te ontmoeten. Geef ze even een applausje. Dankjewel.
Good.
mooi. En zouden jullie als het nog een keer, een, waarschijnlijk misschien volgend jaar, zouden jullie dan weer heen gaan? Ja. Oké, okay, dus het heeft een dikke duim dit. Ja. Mooi, dank jullie wel. Nou, het is nu bijna afgelopen. En voor jij de laatste dag? Ik vond het heel leuk. En ja, heel druk, maar heel gezellig en echt heel leuk. Ja, ja. En jouw demo ging ook best goed, toch? Ah, oh, dat was wel zo bang. Ja, maar het zag er echt heel goed uit. Ja, dank je. En wat vind jij nou het allerleukste? Ik denk dat je de hele dag alleen maar kijkers vermocht eigenlijk. Ja, dat was die zie je helemaal nooit eigenlijk. En nu, ja, de dag is vandaag, dan ja, er waren super veel mensen. Ik ja. Allemaal. Dat was heel leuk. Dat was heel leuk. Wat vond jij? Ja, ik vond hem zelf naar een demo te hebben in het begin spannend, maar daarna heel erg leuk. En om natuurlijk iedereen te ontmoeten, dat was echt heel leuk. Ja, de demo vond ik ook heel leuk, maar wel heel spannend. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Het Paarden YouTubers Live Event 2017 is nu bijna zo goed als afgelopen. Alle demo's zijn klaar. En de kinderen kunnen nu nog eventjes langs de stands als ze dat willen. En deze twee dagen hebben er mij echt super erg ingehaald. Ik heb ook best wel een beetje wallen onder mijn ogen. Want ik had natuurlijk gisteren Equitane. En vandaag het Paarden YouTubers Live Event. Maar ik vond het wel echt een mega leuk weekend. En ik ben zo trots op Magito. Want hij was zo ontzettend braaf tijdens de demo. En hij doet gewoon alles. Het is echt mijn superpony. En ik hou echt ontzettend veel van hem. En binnenkort komt er dus ook een webshop. Waarin je dus ook alle shirtjes en zo kan bestellen. En de petjes en de buttons en de armbandjes. Dus dat komt er nog allemaal. En volgende week heb ik dus tutorial The Art of Living in première. Dat is een heel stuk waar ik in ga. Waar ik ook vier van jullie ga ontmoeten. En wie dat wordt binnenkort bekend. Of is nu al bekend geworden, want deze video komt pas donderdag online. Ik weet niet precies wanneer dat online komt. Maar ik vond het echt een mega leuke dag. En ze zijn al achter mij dus een beetje aan het afbreken. En wij zijn ook zo langzamerhand onze stand ook een beetje aan het opruimen. En dan gaan we zo naar huis toe. En één ding is zeker, ik ga vanavond vroeg naar bed. Maar dat was het zeker allemaal waard. Nou, wil je nog meer video's zien? Kijk dan ook even deze video als je nog van Equitana terug wilt zien. En als je meer video's wilt zien, dan kijk dan ook nog even deze achterlijst. En dan zie ik jullie maandag weer. Doei!